Ze presteerde vandaag zeer, zeer goed. Ze stond op een derde plaats. De gouden medaille leek eigenlijk te ver weg. Maar goed, een bronzen of zilveren plak is natuurlijk ook mooi. Maar opeens, na vandaag, met haar paard Salinero, maakt ze weer volledig kans op een gouden plak. Umberto Tan sprak met haar. Ik zag een vuist en een hele brede lach. Want... Zo, nou, vandaag ging het weer, hè. Ik heb een paar kleine dingetjes nog, maar oké, geen vergelijk voor mijn gevoel met de eerste dag. Hij voelde zich echt 100 keer beter op zijn gemak en ik kon echt zelf ook eraan rijden. En geen grote fouten en het gevoel was gewoon fijn. Ik was zelf wel wat onzekerder als in de Grand Prix toen ik naar binnen reed. Want je houdt toch in je achterhoofd, weet je dat dit weer... dat hij weer schrik kan hebben. Dus ik was zelf iets fractie onzeker met binnenrijden. Dus ik ben ook gelijk naar binnen gereden toen de vorige ruiter afgroette. En die plek weer gelijk opgezocht en dan ging het goed. Nou, zaterdag zei hij tegen me bij de landenwedstrijd, ik weet niet wat naar liggen, hij was een beetje angstig daar. Misschien moet ik hem moe rijden. Heb je hem moe gereden vandaag? Ja. Heb je hem afgemat? Een beetje. Ik heb vanmorgen... ging ik rijden en gisteren hebben we ook in de hitte al een beetje getraind, omdat ik vandaag natuurlijk ook in de hitte. Dus ik dacht vanochtend ga ik een klein beetje licht werken met hem. Nou, ik zat er nog niet op of hij begon alweer te spelen en te springen en toen dacht ik, daar gaat het weer. Dus heb ik hem echt een half uur echt door laten galopperen, lang teugeltje, totdat ik voelde dat hij zelf een beetje aangaf dat hij een beetje uitgespeeld was. Toen weggezet en nu weer een uur en 10 minuten. Dus ik denk dat hij wel moe is dadelijk. Maar oké, morgen kunnen we natuurlijk weer iets rustig aan doen en dan wil ik wel voor die kuur natuurlijk toch weer 2 keer rijden. Maar is dat het proces wat je met Salinero moet meemaken om te kijken bij dit soort grote toernooi hoe je met hem moet omgaan? Is dat het proces? Ja, dat is ook wel het leuke. Alleen je moet zo'n paard leren kennen hoe die reageert. En weet je, hij heeft hartstikke hard gewerkt en dan denk je, hij is nog zo jong en je moet het ook niet, je wil niks forceren. En ik moet zeggen, hij ging in de training heel goed en voor de Grand Prix ging hij fantastisch voor de training. Ja, dat was dus te goed. En dan in die tussenliggende dagen, naar de vrije kuur, moet je hem dan ook moe rijden of moet je hem dan juist even met rust laten en pas op de ochtend zelf van de kuur weer moe maken? Ja, ik ga vandaag natuurlijk niks meer met hem doen. Vanavond nog lekker een beetje aan de hand met hem wandelen en dan ga ik morgen toch wel weer een gewone training doen. Want ik kan hem gewoon niet nu niet rustig aan doen. Dus ik geef hem morgen een gewone training en dan de dag van de kuur ga ik toch 's morgens weer kijken. En als die dan rustig is, doe ik gewoon wat minder. Is die weer druk, dan... ja, dan moet je een beetje de brand eraf. En dan vanaf donderdag, dan mag hij echt heel rustig aan. Dan praten we alleen maar over hem, over Salinero. Maar ja, goed, er zit nog iemand op, hè. Hoe gaat het met jou? Ja, bij mij gaat het hartstikke goed. Zit bij jou de brand er nog op? Ja. Nee, goed, thuis doen we natuurlijk met veel meer paarden werken. Dus wat dat betreft met eentje erbij en een beetje jezelf fit houden, dat komt allemaal wel goed. Wat doe jij nu de komende dagen? Je gaat met hem trainen natuurlijk, of met Salinero ga je trainen. Maar hoe moet ik misschien de komende dagen tot en met de vrije kuur? Ja, goed, trainen natuurlijk en vooral met Salinero bezig zijn. Dat is eigenlijk op dit moment het belangrijkste. En we hebben eigenlijk 's middags steeds een beetje rustig aangedaan. En dan 's avonds weer met Salinero wandelen of onder de man een beetje rondrijden. En verder zoveel mogelijk hier loop je genoeg. Dus wat dat betreft hoef je niet bang te zijn. Kijken of we nou een beetje gaan fitnessen. Maar in ieder geval dat ik mezelf ook lekker voel, maar dat gaat goed. Nou, op dit moment rijdt je Spaanse concurrenten. Het hangt een beetje van haar af of je tweede blijft. Nou ja, we zullen dat straks zien. Wat denk je? Ik denk dat ik nu goed sta. Dus daar maak ik me nooit zo druk om wat andere mensen doen. Ik moet vooral zorgen dat ik mijn eigen dingen goed doe. En dat heb ik onder controle. En dan kijken we wel waar de rest komt. Maar ik wil gewoon graag voor medaille gaan. En dat gaat nu gewoon echt de goede kant uit. En, nou, weet je wat me wel opviel? Want toen jij reed, de meeste ruiters, als ze klaar zijn, dan lopen ze weer weg. Maar toen jij reed, Oela en nog een paar anderen gingen toch een beetje staan kijken van, toch kijken wat die Ankie gaat doen. Ja, goed op zich. Kijk, je probeert toch elkaars test als het gaat wel te zien. Maar oké, van tevoren ben je vaak aan het trainen. Nou, als je eigen paard nog af wil werken, komt er niet altijd de gelegenheid toe. Maar ja, je doet ook dressuur omdat je het mooi vindt. Dus ik kan ook genieten van iemand anders een mooie proef. Veel succes woensdag. Dank je. Deel van de paardensport waarbij je allerlei ingewikkelde oefeningen doet, bewegingen doet op de baan. En morgen is de laatste wedstrijd. Er zijn er al 2 geweest. Ankie van Gunsve heeft het heel goed gedaan en maakt dus heel grote kans op een gouden medaille. Ik ben vandaag even bij de training langs geweest. Nu al steelt Ankie van Gunsve de show. 4 jaar geleden won ze ook al goud op de Olympische Spelen, maar toen nog met een ander heel ervaren paard. Nu rijdt ze met de jonge, onervaren Salinero. En toch maakt ze goede kans op een medaille. Een bijzondere prestatie.
Salinero is pas 10 jaar oud. Hij heeft eigenlijk in verhouding nog heel weinig wedstrijden gelopen. En deze ring is ook best moeilijk omdat mensen heel dicht op de paarden zitten. Dus ik had zelf het gevoel dat ik een enorme achterstand had. En die achterstand lijkt niet zo ernstig te zijn als dat ik zelf gedacht had. Toch kan het morgen nog misgaan, want Salinero heeft soms gekke buien. In de wedstrijden van de afgelopen dagen maakt hij daardoor kleine foutjes. Foutjes die Anki morgen niet kan gebruiken. Ja, Salinero was in één hoek was hij echt ontzettend bang. En wat hij precies heeft gezien, weet ik niet. Het kan van alles zijn waar Salinero van schrok. De fotografen langs de kant, de parasols of misschien wel de oranje fans op de tribune. De dag daarna hebben we dus een paar fotografen gevraagd of hun wilden komen om het geluid te imiteren. Maar uiteindelijk hadden we een camera bijna in het oor van Salinero klikkend en wel. En dat vond hij niet erg. Toen hebben we een paar mensen met de parasol langs erin gezet. En ook dat vond hij niet erg. Dus en gisteren ging het gelukkig ook weer hartstikke goed. Dus waarschijnlijk zijn de ergste spoken weg, hopen we. Er is dus weinig aan het toeval overgelaten. Echt zorgen maakt Anki zich niet. Een medaille is hartstikke mooi en Salinero is jong en we zien het wel en anders misschien over 4 jaar Peking nog. Anki gaat dus ontspannen de laatste dag in. Nu nog kijken of de zenuwen van Salinero het ook houden. En om daarvoor te zorgen helpt maar één ding. Willen jullie duimen voor ons? Liefst Anki en Salinero.